graffiti komt al jaren voor. Niet alleen in Amersfoort, maar ook in andere gemeenten. Wat de laatste maanden opviel is dat we het weer wat meer zagen. We houden regelmatig ook verdachten van graffiti aan. Daarmee hoop je het te voorkomen. Maar sommige ja, die gaan natuurlijk misschien weer door. En er zijn natuurlijk niet één of twee verdachten. Het zullen meerdere mensen zijn die graffiti spuiten. Er zijn hele mooie tekeningen in het viaduct aangebracht. Onder de A1 door. Maar als het echt storend is, ja, dan wil mensen het weg hebben. Dan praten we meer over Vathorst en omgeving. Daar werd onder andere 010 en ook FR. En wij gaan ervan uit dat er wordt gedoeld op inderdaad een voetbalvereniging in Rotterdam. Zit het op je winkelruit? Neem ik aan dat je het weg wil hebben. Dan ga je daar zo snel mogelijk mee aan de gang. Zit het op het gebouw, dan is het stenen, dan is het van de verhuurder. En dan moet je beheerscentrum Vathorst in kennis stellen daarvan. En ja goed, staat het op voor 010, staat het voor Rotterdam. Ja, misschien zijn er Rotterdam-haters bij. Ja goed, dat is natuurlijk niet wenselijk om je dat kenbaar te maken. We hebben 2 dagen geleden een 18-jarige Amersfoorter aangehouden. En wij verdenken hem van het plaatsen van meerdere tags die slaan op zo'n voetbalvereniging in Rotterdam. Maar we hebben denk ik ook het geluk dus dat er voor 2 dagen terug eentje is opgepakt. We hopen dat nu het probleem echt achter de rug is. Vooral voor de wijk.